Ik ben Arianne Hintz en ik ben regisseur van de film Losers. Ik ben Elian, ik ben 11 jaar en ik zit in de film Losers. Het is gewoon een gevoel dat je krijgt. Dat is heel moeilijk te omschrijven. De film gaat over verlies. En ik heb 3 kinderen gefilmd die alle 3 iets heel anders verloren zijn. Heel somber. Ik vond het helemaal niet leuk. Ik voelde me verdrietig. Ik vond het niet leuk. Nou, niet zo zeer van echte pijn. Nou, er mist een stukje uit je hart. De film gaat over verliezen en in de film verlies ik een wedstrijd van schermen. Halt, avondglas hier. 2-5. Ik denk dat het een interessante film is om te zien. Omdat mensen heel eigen vooroordelen hebben over welk verlies belangrijk is en hoe zwaar een bepaald verlies is. En ja, ik hoop dat ik dat met deze film een beetje daar verwarring in schep. Ik wil eigenlijk meer uitdaging in plaats van alleen maar trainen. Ik zou het leuk vinden als mensen naar de film Losers kijken, omdat verliezen niet altijd slecht is en van verliezen leer je meer dan van winnen.